En die jongeren die zingen zo dadelijk mee. Harry Middeljans, dit is je laatste optreden als commentator voor de wielerronde. Wat doet dat met je? Ja, toch wel wat. Ik ben er op zich vrij nuchter in. En ik ben ook niet zo sentimenteel aangelegd. Maar zo'n laatste wedstrijd wil natuurlijk wel zeggen dat dit echt definitief afgelopen is. En ik denk dat ik daar toch wel even aan wennen moet. Maar op zich, ja, niet zo heel veel wat het met me doet. Hier in Almelo nemen wij afscheid van zijn wielerrepubliek, dames en heren. Die wielerrondes, wat was voor jou in al die jaren, want je hebt nu 20 jaar gedaan, de allermooiste? De allermooiste wielerwedstrijd die ik gedaan heb zelf, dat was het wereldkampioenschap veldrijden in Os. En dan niet 20 jaar geleden, maar 1984. Dus dat is iets langer geleden. Dat was eigenlijk wel het allermooiste met 25 tot 30.000 mensen langs de kant. In het Nederlands, in het Duits, in het Engels. Ja, dat was echt een geweldige sensatie. Nou, vlak daarop komt de Ronde van Spanje die ik gedaan heb. De eerste vier etappes in 2009 van de wedstrijd die toen in Drenthe werd verreden en in Gelderland en in Limburg. En als ik even een uitstapje maak naar het schaatsen. Ja, twee keer de Elfstedentocht mogen verslaan. Het aftellen van de start meemaken. Het aftellen van 20 naar 0. Samen met de voorzitters. Ja, dat is wel geweldig. Ik was zelf organisator mede-organisator van de profronde van Wierden. Daar is de organisatie van Almelo wezen kijken en zei, ja, dat kunnen wij niet alleen ook, dat moeten wij gewoon doen. Nou, en op het moment dat Wierden stopte in 1983, pakte zij het gewoon daarna op. En ja, ik vind dat wel geweldig, want om zulke evenementen en met zoveel fantastische toprenners die hier geweest zijn, ja, dat vind je eigenlijk in heel Nederland niet. En dan de sfeer, de mensen die er altijd maar zijn. En één heel belangrijk iets ook, het was bijna altijd goed weer. Maar dat dwing je misschien wel af? Ik denk het wel, ja. Want die organisatie hier, die staat als een huis. En dat is gewoon een genoegen om hier te werken. Want ja, er zijn zoveel wedstrijden waar het niet goed geregeld is. Waar ze wel hun uiterste best doen. Maar hier doen ze en hun uiterste best. En het valt altijd ook op zijn plek. En dat is toch wel vrij uniek.